Welkom bij een nieuwe video van ons. Het is lang geleden dat jullie nog eens een video van ons samen hebben gezien. En we hebben een tijdje stilgelegen op ons YouTube kanaal. En we hebben ook heel duidelijk aangekondigd dat dat was om privé redenen. Dat we gewoon tijd nodig hadden om met onszelf bezig te zijn en een paar dingen op orde te zetten. Ja, inderdaad. ik vind het heel moeilijk om deze video te moeten maken, maar oké. Ik weet dat jullie met heel veel vragen zaten. We hebben wel elke dag berichtjes gekregen. Ja. De meeste van jullie waren heel respectvol en hebben onze privacy gerespecteerd, wat ik heel lief vind. Anderen dan weer niet, maar ja, die zullen er altijd zijn waarschijnlijk. We hebben ons leven natuurlijk ook wel online gegooid en openbaar gegooid en we hebben daar zelf voor gekozen. Dus we snappen ook wel, als jullie ons niet samen in video zien of zo, dat er vragen komen. Ja. En dat mensen veronderstellingen gaan maken en zo. Dat hielp ook wel niet echt. Hè? Nee. Als mensen zeggen, heb je ruzie, is er dit, zijn jullie uit elkaar, is er... Allee, komen zoveel vragen, dan maakt het alleen maar moeilijker. Dat legt alleen maar meer druk op ons. Ja. En jullie vonden precies... Allee, sommigen vonden het dan erg dat er geen video's waren. Sommigen vonden dat oké en snapten waarom. Ja. Dus soms is dat gewoon even nodig om wat tijd te nemen. Ja, we konden ook gewoon... Allee, geen video's maken als je je kut voelt of het gaat niet goed. Of, allee, iedereen zal wel eens een moeilijke periode in een relatie en zo gehad hebben. Mm. Of iets moeilijk hebben doorstaan. Dan is het niet leuk om een masker op te zetten en te doen alsof. Dat gaat gewoon niet. Nee. Dus hadden wij gewoon besloten om even... Ja, ik moet mijn broek openzetten. Ik heb buikpijn. Dus hadden we besloten om gewoon even... Ja, niks te filmen. Me-time te nemen eigenlijk. Ja, inderdaad. Maar ja, de reden dat we dit dus filmen is om jullie een antwoord te geven. We weten, ja, ons leven is openbaar. En op zich zijn we jullie geen antwoord verschuldigd. Maar ik denk wel dat de tijd is gekomen om te zeggen waar het op staat. Ja, natuurlijk. En we zijn niet meer samen. Niet weer, hè? Dan moet ik ook wenen. Ik denk dat het voor ons allebei wel moeilijk is om dit te zeggen, natuurlijk. Het is nooit fijn als twee mensen uit elkaar gaan. Nee. En nu moeten we dat ook nog eens met de wereld delen, precies. Wat ja, ook helemaal niet fijn is. Hè? Nee, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen gewoon. Ik kan dat heel moeilijk vertellen tegen mensen, maar ja. Alleen de ene dag gaat dat beter dan de andere, maar mm-hmm. We hebben het geprobeerd. Het is niet gelukt. Daar zullen we ons bij moeten neerleggen. Ik denk gewoon dat we allebei andere dingen wouden naar de toekomst toe. Ja. Dat we allebei op een ander punt zitten in ons leven. Ik heb de laatste tijd en momenteel nog heel erg gesukkeld met mezelf, mentaal. Ik zit niet goed in mijn vel en daar moet ik gewoon heel hard aan werken. Ik ga gewoon ook door een moeilijke periode in mijn leven en een periode dat ik niet weet wat ik wil. En wat voor u dan ook wel een beetje de ogen heeft geopend om bepaalde dingen in uw leven aan te pakken. Ja, sowieso. Zeker een paar dingen, een paar dingen wat belangrijk zijn geworden voor mij of wat ik heb besloten dat ik anders moet aanpakken misschien. Ik kan mezelf niet als persoon veranderen of hoe dat ik me voel of wat ik graag wil in het leven. Maar als er bepaalde dingen niet meer overeenkomen of we hebben niet meer dezelfde gevoelens voor elkaar of voor de toekomst, ja, dan denk ik dat het gewoon ergens breekt en dat het niet verder kan. We hebben geprobeerd. Ik denk dat we allebei wel gehoopt hadden om er nog iets aan te kunnen doen ofzo, maar dat het voor u zodanig diep zat dat het gewoon niet meer ging. We hebben er lang over nagedacht.
We wonen ook al 4 weken of zo niet meer samen. Nee. Die tijd was ook goed om apart te zijn, om na te denken. Gaat je de show stelen? Ja, we hebben al een paar weken voor elkaar genomen om na te denken, een paar dingen te beslissen. Als dan de goesting niet meer overeenkomt om er iets aan te doen, niet van beide kanten hetzelfde gevoel komt, dan is het misschien beter zo. En zo bij ons bij bepaalde dingen moeten neerleggen. En zo onze eigen toekomst een beetje terug moeten gaan bepalen. Hoe dat we het willen aanpakken. Je hebt heel hard je best gedaan. Ik heb heel hard mijn best gedaan. En als het niet kan, dan is het zo, vrees ik. Ik denk dat we elkaar zeker niks kunnen verwijten. We hadden al 9 mooie jaren gehad. Nu hebben we nog een mooi jaar erbij gehad. 10 mooie jaren gehad. We zijn ook zeker altijd beste vrienden geweest en dat gevoel is er nog altijd. We zijn ook zeker niet haatdragend naar elkaar toe of dat er ruzie is of zo. Anders zouden we dit niet doen. Anders zouden we deze video ook niet opnemen natuurlijk. Nee. Allee, het voelt zeker niet gemakkelijk deze situatie. Nee. En ik weet niet hoe ik met u moet omgaan of ik weet niet als we vrienden blijven of ik weet niet als dit... Allee, ja. Dat zijn ook dingen gewoon die de toekomst zal uitwijzen en de tijd zal uitwijzen hoe dat gaat gaan. Maar alleszins denk ik dat we allebei heel veel liefde voor elkaar hebben en heel veel van elkaar houden. Allee, dat is al sowieso, dat verandert niet. Dat is 10 jaar zo geweest en dat gaat me niet weggaan nu. Nee, nee inderdaad. Ik weet ook dat er veel vragen gaan komen van waar gaan jullie nu wonen, blablabla. Bla, bla. Dus om dan even gewoon die standaardvragen ook te beantwoorden. Sam blijft natuurlijk hier wonen, dit is zijn huis. Ik woon momenteel bij mijn ouders, waar ik heel dankbaar voor ben dat ik daar mag wonen. Al mijn spullen zijn hier nog, maar dat zijn ook dingen die we wel zullen oplossen. En dan de katjes. De katjes blijven voorlopig bij Sam. Want die worden hier goed verzorgd en die kunnen niet bij mijn ouders terecht. Mocht ik iets van mezelf hebben ooit, allee, ik weet nog niet. Daar ben ik zelf momenteel nog niet uit. Ja. Dat is nu ook niet het belangrijkste. Nee. En dan komen Milky en Muffin waarschijnlijk terug naar mij. Maar dat is momenteel niet aan de orde. Momenteel blijven die hier. Dus ik hoop ook gewoon dat jullie respect hiervoor hebben. Dit is voor ons sowieso al niet gemakkelijk. Dus alsjeblieft, maak het niet moeilijker voor ons. Ik hoop ook dat er niet met de vinger gewezen wordt of zo. Dat jullie ons gewoon tijd gunnen en jullie ook gewoon neerleggen met onze beslissing. En ja, ik snap dat jullie dat erg gaan vinden. En ja, we waren zeker een goed team en een goede koppel. En ik weet dat er velen van jullie dan gaan zeggen van oh, jullie waren zo goed, maar... Elk huisje. Dat is ook. Gewoon ongetwijfeld. We zijn 1,5 jaar nu terug een heel goed team geweest. Hè? En ja. Maar ja, zoals je ziet, alles wat misschien eens perfect lijkt of super goed lijkt te gaan, kan ook wel eens mislopen. En gelijk gewoon zeggen, ieder huisje heeft zijn kruisje. Ieder huisje heeft zijn kruisje en niet alles in het leven gaat zoals je wilt. Blijkbaar niet. Ja. Dat kan gebeuren. Maar... We zullen allebei wel een mooie toekomst voor ons hebben. Daar gaan we nu zelf moeten voor zorgen. Maar dit zal wel het einde zijn van Talisam in het algemeen. Ik denk dat we nu ergens moeten beseffen dat als het nu niet lukte, dat het ook waarschijnlijk niet meer zal lukken. Dat we ons hier weer bepaalde zaken moeten neerleggen. En ja, hoe de toekomst... Verder gaat ze wel voor ons eigen moeten bepalen. Jullie kunnen wel video's blijven kijken hier van Talisa gewoon. En Sam heeft dat zijn kind. Eigen YouTube-kanaal begonnen. Ik zal hier zetten ergens en ook in de beschrijving. Het is gewoon Sam van Welkenhuizen. Ja. Mijn kanaal zal natuurlijk ook wel van naam veranderen, maar daar ben ik momenteel als we dit filmen nog niet uit. Ja. Dus we zullen wel zien. Komt al goed. Dus jullie kunnen ons alle twee nog blijven volgen. Het zal al onze aparte wegen zijn. Maar dat vindt zijn weg wel.
Ieder vindt zijn weg wel. Hopelijk zo snel en zo goed mogelijk. Ik hoop gewoon... Allee, ik hoop oprecht heel diep in mijn hart dat je hieruit geraakt en dat je gewoon je snel beter voelt. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Je hebt een enorm, enorm, enorm grote plek in mijn hart. Dat is hetzelfde voor mij. Wat weet je? Daar zal je ook altijd blijven. We gaan hier ook de video afsluiten, ja. Want het is al moeilijk genoeg. Hopelijk hebben jullie hier wat respect voor. En time will tell. Ja. Alles komt wel goed. Alles komt zeker goed. We verdwijnen zeker niet van het internet. Dus we zijn er nog. Maar ja, Lisanne, spijtig genoeg wel. Ten einde. Ik weet niet wat we nu moeten zeggen. Niet meer tot morgen? Nee. Oké. Okay. Tot. Voor mij, tot. Op mijn kanaal. Voor Talisa, tot. Morgen. Morgen. Dag.